Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSP Valmore. En vandaag ga ik op pad met deze Otaris. En deze Otaris is van ambulancezorg Limburg-Noord. Zoals jullie zien, nieuwe striping. Logoetje van ambulancezorg Limburg-Noord. De regio is 23 en het roomnummer is 105. En ja, daar gaan we vandaag dus mee spelen en ik vind hem heel vet. Hij is gemaakt door Mark van Mark Mods NL uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet zeker. Sorry als ik het verkeerd zeg. Achterin zie je ook een mooi plaatje aan de muur. Ja, ik noem maar even muur aan de zijkant plakken. Want die hebben ze in het echt ook. Dus ik vind hem super vet. Te herkennen onder andere aan twee flitsers links en rechts. Dus in totaal 4 in de grill. Ja. En hij heeft een andere sirene, eigenlijk de sirene die de Audi A6 van de Nederlandse politie ook heeft. En we hebben een nieuw pakje aan, dit is Wim trouwens, ik weet niet of ik het al had gezegd. En ambulancezorg Limburg-Noord is bijvoorbeeld ook te volgen op Instagram en wel Facebook. Als je die niet volgt, linkjes staan in de beschrijving als ik eraan denk. Ik zal er aan proberen te denken. En als John de eigenaar, of een van de eigenaren van de account en die wat vaker ook erop zit, ook kijken naar deze video. Welkom John. En ik hoop dat ik alles een beetje doe zoals in het echt ook gaat. Anyway, we gaan naar de eerste melding, want die heb ik aangenomen. Een slachtoffer met brandwonden. Dat is een beetje raar. Er komt uitlaatdamp gebeuren uit de achterdeur. Klein foutje, maar niks uit. Ik neem aan dat het een A1 is, dus die gaan we ook zo rijden. En het regent, dat is niet mooi. Nou, die melding gaan we heel vaak krijgen vandaag. Omdat ik die melding activeer met G. Ik heb hem nu uitzet. En dan krijg ik hem niet meer omdat hij er al stond. Maar als ik hem dadelijk weer aanzet, dan krijg ik hem weer. In ieder geval, misschien horen jullie wat anders aan mij. Dat kan. Want ik heb een nieuwe headset. Het geluid van game is voor mij anders. Dus ook de microfoon. En misschien klinkt het een beetje irritant. Of ja, ik weet niet hoe het klinkt. Maar ja, het is ook wennen voor mij natuurlijk. Voor de mensen die zich afvragen welke headset heb je, als sla je me dood. De Logitech G935 geloof ik. Ik heb hem ook echt pas 2 dagen terug gekocht en ik weet gewoon eigenlijk niet welke ik heb gekocht. Kijk, daar komt die melding weer. Maar die allemaal niks uit. In ieder geval, ik ben er blij mee, want hij heeft wel een goede surround system. Hij is draadloos, dus dat is ook wel een heel goed voordeel. Surround system is, als er iets links van jou gebeurt, hoor je het ook echt links in je headset. Gebeurt er iets voor jou, hoor je het voor in je headset. Gebeurt er iets achter jou, nou raad maar waar je het dan hoort. En gebeurt er iets voor je, echt voor je neus of zo, of onder je, ja, dan hoor je het echt gewoon overal, zeg maar. We zijn ter plaatse en we gaan eens kijken. De brandweer is er ook. We hebben dus een melding van een slachtoffer met brandwonden. Ik denk dat we hier naar binnen moeten. Dus klink ik anders? Ja, dat kan dus. En ik zal zelf die instelling een beetje moeten gaan koekeloeren hoe dat het beste resultaat gaat geven. Er staat een heel team met officier van dienst. Ja, en weg zijn ze. Dankjewel boys. Het slachtoffer zit rechtop. Dat is altijd een goed teken. Een soort van. Hij ligt. Maar hij beweegt. We gaan met de T even een beoordeling maken. En dadelijk komt een beeld wat er allemaal aan de hand is. Met dit slachtoffer. En dat is een klaplong, eerste graads brandwonden. En ja goed, we gaan hem medicatie geven. We kunnen geen, ja, we kunnen eigenlijk geen andere handelingen doen. Alsjeblieft, we hebben alle handelingen gedaan die we moeten doen. En we gaan hem nu naar het ziekenhuis brengen. Dus normaal gesproken leggen wij hem op de brancard. Nu gaan wij met hem naar de ambulance lopen. En in de buurt van de ambulance drukken we op de T, dan kan hij instappen. En dan gaan we naar het ziekenhuis hier om de hoek. Wat er is gebeurd, ik heb geen idee. Dat zul je ook nooit weten bij meldingen. Als de slachtoffer maar veilig in het ziekenhuis aankomt. Dat is ons doel. Stap in, stap in.
Kijk eens, interieurtje achter. Niks mis mee, zeker niet. Mooi man. Spitsjes kunnen vast open. Oh, nu gaan we naar achter. Waarom willen we naar achter? Nou, keurig. Toch? Niks mis mee. Dat ik niet weet wat hier is gebeurd en misschien wel een explosie of zo. Even een klaplong heeft van alles. Gaan we dan maar even met spoed naar het ziekenhuis. Brandwonden, eerste graad vallen dan nog. En dat op zich mee. Tenzij natuurlijk ook over het hele lichaam is en zo. Dan maakt het wel anders. Maar ja, dat weet je bij deze mod helaas niet. Aankomst bij het ziekenhuis. Wat een regenachtig weertje. En dat terwijl we hier in Nederland een hittegolf tegemoet gaan. Is toch wel ernstig. En ik hou er niet van die hittegolven die we hier krijgen. Maar goed. Het is niet dat we er iets aan kunnen veranderen, lijkt mij. Zo. Dat is nummer 1 afgerond. Dan mag nummer 2 best wel komen van mij. Any available Vinewood unit we have in East Vinewood. Een gewonde agent. Maak er gewoon A1 van. En ik heb al eens met een T6 opgenomen, dat was ook eentje van Limburg Noord. En die hebben dus ook met deze sirene een hele leuke toeter. En mijn game crasht. Ik zie jullie zo meteen weer. Nou, we zijn weer terug. Het is ineens het nacht. Ja, het zal allemaal wel, joh. Het boeit me allemaal niks. Het is gewoon lekker nacht. Dadelijk is het weer dag waarschijnlijk als de game weer crasht. Altijd zo frustrerend als die game er weer mee stopt, dan moet je wel alles opnieuw opstarten. En het duurt allemaal veel langer dan dat eigenlijk nodig is. En we rijden terug naar de post of zo. We gaan gewoon kijken wel onderweg. Krijg je toch wel een melding, denk ik. Dispatch to all central units. We've got a civilian shot in Little Seoul. Copy that, dispatch. In de maan. We'll find those animals. Dit is een A1 rit, persoon neergeschoten. En de politie rijdt mee. We moeten afstand houden totdat de politie ter plaatse is. Dat was die toeter waar ik het over had. Leuke toetert. Nou, het schrijn is uit omdat we bijna te plaatsen zijn. De politie staat er al, dus dat scheelt. Dan kunnen we denk ik ook wel naderen. Staan ze ook weg bij het slachtoffer? Dat zie ik niet. Nou, daar ligt één slachtoffer en de agenten zitten bij een auto, in een auto. Ja, we gaan er gewoon heen. Dan zijn we hier over een uur nog aan het wachten. De ambulance heeft ook een steekwerend vest, dan wel houdt dat geloof ik ook wel wat kogels zeggen, die is fel oranje. Starbucks koffie. Thanks, Doc. See you in a few weeks.
En we dan denken, ik heb het er niet in gezet en normaal zit in een game niet oorspronkelijke hoe heet het, merken. Iets wat erop lijkt dan, maar waarvan je denkt, ja dat moet Starbucks zijn, maar ik weet eigenlijk niet waarom het erin staat. Net zoals er bijvoorbeeld zo'n de Adder, die wagen, dat is een Bugatti Veyron in het echt, maar ja, die noemen ze natuurlijk niet zo. Ja, misschien hebben ze een samenwerking met Starbucks of zo. Ik kan niet kijken wat met het slachtoffer aan de hand is. Is hij daadwerkelijk neergeschoten? Ja, zeker in zijn buik eenmaal. Een gevaarlijke plek. En in zijn onderbeen? Zie ik dat nou? Bovenbeen bedoel ik. Lijkt er ook op. Nee, toch niet. Eén schotwond in de buik, geen exit wound aan de achterzijde. Dus de kogel is er niet uitgegaan wat ik zou zien. Dan moeten we natuurlijk wel het truitje en zo voor omhoog doen. Maar anders zie je dat wel. Dus ze vragen mij nu, de mod vraagt, neem je hem mee of laat je hem hier? Wij nemen hem zeker mee. Officieel leggen we hem nu ook weer op de brancard. Gaat er misschien dan een politieagent mee? Dan wel richting het ziekenhuis om daar hem te beschermen of te bewaken. Want kunnen twee dingen betekenen. Hij is neergeschoten door de politie omdat hij een verdachte is. Of hij is neergeschoten omdat iemand het op hem gemunt had. En het lijkt me ook niet fijn als die dader die dat dan zou hebben gedaan, zoiets heeft van, oh hij leeft nog, dus we gaan naar het ziekenhuis om het daar dan allemaal af te maken. En ik denk dat het ziekenhuispersoneel ook niet heel fijn vindt als een slachtoffer of een verdachte van een schietincident daar ligt zonder politiebewaking. Dus ik zou logisch vinden als er in beide gevallen politie mee zou gaan. Maar ik weet niet hoe het in het echt zit. Dus we gaan gewoon A1. Ja, keurig. Aankomst bij het ziekenhuis. Oh, ja, rijdt u maar door. Het is druk hier. Waar moeten we ons... andere kant worden we verwacht zo te zien. Daar staat een collega die altijd het slachtoffer van ons overneemt. Zo. En dan kunnen we alweer door naar de volgende. Hij kan mijn rent, mijn car, mijn cards, maar dit is meant to be my thing. Any unit in the Vinewood area. We've got a civilian shot in West Vinewood. Green 2, we're in the area. Lijkt wel een schietstad te zijn. En dat is nou ook wel met GTA. Maar we gaan door naar de volgende schietpartij. Ook daar weer hetzelfde principe. Wachten tot de politie te plaatsen is. Ik hoor nog geschreeuw en zo. Ik zag er geloof ik een politieauto voor mij aankomen. Er is hier van alles aan de hand, ik hoor het. Ik zie nog geen politie, dus wij wachten hier even. Dit is denk ik al te dichtbij normaal gesproken. Normaal zouden we verder van het incident af moeten staan. We gaan nu even naar voren rijden. En waarom doe ik dat nou? Om te kijken of er toch niet eens politie verstopt staat. Ja, hier gebeurt echt van alles. Oké, okay, nou, of de politie staat aan de achterzijde ergens geparkeerd, of ze komen gewoon niet. Ja, hier wordt echt nog wel flink geschoten en van alles gedaan. Oh, hier staat een agent.
te. Ja. Zouden we deze plek hier veilig noemen? Ik zeg van niet. Nee, helemaal niet. Maar wat we wel gaan doen. Ah, dat is daar. Daarachter zie ik zwaarlichten. Zijn er mijn zwaarlichten? Oh nee, daar zijn nog meer politie. Oeh, we zijn echt niet veilig. En we rijden niet meer. Ah, dat komt natuurlijk. Zo. Ja. Kom nog een toerannetje aan. Nou, laatste melding was ook niet veel. We stonden daar best lang te wachten en uiteindelijk ging iedereen weg, was ze in aanhouding. Any available Vinewood unit? We've got an ambulance en hebben wij, call in West Vinewood. Niemand hoeven te behandelen. We gaan nu naar een A2B-rit, zo te zien. 1 Lincoln 18, respond code 3. Oh, toch een A1-rit, oké. Okay. Het leek een beetje op een B-rit, hè? Persoon die mogelijk suïcidaal zou zijn moet worden getransporteerd. Het wordt toch wel ingeschat als een ernstigere melding die A1 dan is. Oh, let op rode auto, dankjewel. Dat heeft de politie toen al gezien en die gaat worden zo'n oh, reisauto, let op met z'n allen. Zit de sirene vast uit? Ik vind altijd bij bepaalde melding dat de sirene extra vroeg uit moet zetten. Zodat het niet allemaal te druk wordt voor mensen als er honderden sirenes misschien op hun afkomen. De politie is ook op de plaatsen. Ze staan bij de persoon zo te zien. Morgen chef. Hoe is de leef? Get in the car. Thank you. De politie gaat meenemen aan. Is het echt hier 100 meter verderop? 200 meter. Ah ja, oké. Okay. Ik weet wat ik moet doen. Rustig rijden. Hoe slechter ik rijd, hoe meer zijn leven rechtsonder omlaag gaat. En uiteindelijk zou die dan blijkbaar doodgaan ofzo. Ik zou nog steeds tot een A1-rit was. De politie rijdt nog steeds mee. Normaal zit er dan wel een agent, denk ik, achterin. Wat loopt daar? Libietse, ben ik nou gek aan het worden. En rijdt de andere agent daar dan achteraan, maar voor nu, tot ze er gewoon mee rijden, vind ik ook prima, ja. Ze hebben alleen de verkeerslichten steeds niet mee. Zo, meneer. Alsjeblieft. Hij is overgedragen aan het zorgkader hier en zal de beste zorg mogelijk krijgen. Ik weet niet waarom de blauwe lichten zijn. Ik heb ze toch echt niet aanstaan, maar het lijkt wel alsof ze vanuit mij komen. Joejoe. Zo, en met deze mooie achtergrond vind ik het eigenlijk wel een mooi tijdstip om de video af te sluiten. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. En ik zie jullie graag bij de volgende video. Wanneer dat gaat zijn, met welk voertuig dat gaat zijn, noem maar op. Dat ga ik me zo meteen eens bedenken, want ik ga meteen door met de opnames. Dus laat jullie verrassen en tot snel. Doei!